Allemaal fijn dat u met zo heel veel mensen hier aanwezig bent. Welkom sowieso vertegenwoordigers van alle 14 projecten die bij Kloppend Hart meedoen. De weergoden die moeten ons echt goedgezind zijn en die moeten toch geweten hebben dat we vandaag voor een historische aftrap staan. Drie jaar terug zijn wij met een gedeelte van de partijen die hier staan begonnen aan een reis. Waarbij wij geen flauw idee hadden op dat moment waar we uiteindelijk uit zouden komen. We zijn aan een reis begonnen om te kijken of dat we met name natuur en landschap, leefbaarheid van vooral het buitengebied in de driehoek tussen Best, Sint-Oederode en Liemde-Bokstel zouden kunnen versterken. En in 2011 kwam er ineens een fantastische kans voorbij. Vanuit de provincie. Landschap van Allure, u hebt er ongetwijfeld heel veel van gehoord. Er was een fors bedrag beschikbaar vanuit de Essentgelden. Het Groene Woud werd uitgedaagd om met mooie projecten te komen. Niet gewone projecten, niet gewone natuur- en landschapsprojecten, niet gewone leefbaarheidsprojecten, maar projecten waar een extra allure in zat, een allure waarmee je in feite een nationale snaar zou weten te raken en een allure waarbij je ook rekening hield met de instandhouding van die allure op langere termijn. Uiteindelijk zijn wij met 14 partijen in Best, in Sint-Oederode en in Bokstel tot een programma gekomen waarbij wij de ambitie hadden om voor 30 miljoen euro te gaan investeren in die driehoek tussen die drie gemeenten. 30 miljoen euro in deze tijd, dat is, kan ik u verzekeren, echt niet mis. En dat is een hele klus geweest. Dat is dus in feite ook een heel nieuw concept waarmee dat we werken. De provincie heeft aangegeven, prima, wij willen dit soort initiatieven die van onderuit komen, vanuit de samenleving, dus niet vanuit de drie gemeentes georganiseerd worden, maar vanuit de burgers opgepakt worden. Die willen wij ondersteunen en stimuleren. Maar dan is het wel een absolute voorwaarde dat er dus ook voor die lange termijn een verdienmodel aangekoppeld zit. Waarmee dat je dus garandeert dat datgene wat je gaat creëren ook langjarig in stand gehouden wordt. Nou, daar zijn we dus mee aan de slag gegaan. En we hebben nu 14 projecten waarbij natuur en landschap er echt anders uit gaat zien. Waarbij de leefbaarheid van alle kernen tussen die gemeenten gediend is. En waarbij ook een stuk economie, en dat is zeker niet onbelangrijk, wij creëren in dit programma nieuwe werkgelegenheid. We hebben een door een kunstenaar die dadelijk ook even iets kort zal zeggen, een houtsnijwerk zal laten maken, een kloppend hart van hout, waarbij nog een stukje snijwerk of hakwerk gedaan zal mogen worden. En dat mag jij doen, Johan, dus dat is de eerste symbolische handeling waarbij je handen uit de mouwen mag steken. Maar ik geef graag daarvoor eerst even het woord aan jou. Wat is nou helemaal een landschap van allure? Peter zei het net ook al, van dat is echt iets anders. Dat is iets waarvan je, hè, als je over 3 jaar terugkomt, echt merkt dat er iets anders is. En dat het over jaren en jaren nog steeds anders is. Peter slaat de spijker precies op zijn kop als hij het heeft over wat de bedoeling was van landschappen van allure. En dat vind ik een hele geruststelling. Dat betekent dat we dit plan niet verzonnen hebben in die hoge donkere toren in Den Bosch, want dan loopt het altijd spaak, hè, van dan kunnen we daar wel iets vinden, maar hoe landt dat dan hier? Als ik nou hoor hoe hier landschappen van allure bekeken wordt en geland is, dan denk ik van ja, dat is precies zoals het bedoeld was. En dat kan dus ook alleen maar als het door mensen in de regio wordt ontwikkeld en niet helemaal uitgekoud wordt door de politiek. Daarom was het belangrijk af en toe inderdaad om je rug recht te houden, want het college was er wel van overtuigd dat we dat aan de streek zouden moeten overlaten, maar niet iedereen in Provinciale Staten was er al klaar voor om macht uit handen te geven aan gewone mensen.
Die willen zich toch graag nog bemoeien met details van jullie projecten. Nou, dat hebben we volgens mij gepareerd. Ondernemers doen het ook wel eens, investeren in crisistijd, maar niet zo heel veel. Dan heb je echte lefgozers nodig. En dat bij een economische achteruitgang van zeg 3-4%. Dan hebben we het al over een crisis, dan hebben we het over ondernemers die het moeilijk vinden om vooruit te komen en om echt gedurfde investeringen te doen. En hier zien we een gezelschap wat geconfronteerd wordt met een budgetkorting van 50% van het beetje in de ban doen van natuur als onderwerp. En die precies op dat moment één stap vooruit zetten. Innovaties bedenken, geld bij elkaar halen, organiserend vermogen bij elkaar halen. En zeggen van, maar wij gaan er wel voor, want het is voor ons wel belangrijk. Nou, dan heb je echt lef. En dan heb je ook echt wat nodig is om van een landschap een allurelandschap te maken. Daar hou ik je bij. Gefeliciteerd en ga zo door. Hout is zo belangrijk, want die van hout houdt geeft geen barst om een barst. Mijn moeder had 9 kinderen. Ik zeg, mijn moeder, waarom heb je 9 kinderen? Toen zei ze, er zit er altijd 1 goeie tussen. En ik vond het zo fijn, ik werd gebeld door de gemeente Boxtel. Hoog, heel hoog. En die belde me op, wilde jij iets maken? En bij Theo is het zo, het rijkdom zit in het maken, maar niet in het hebben. En Theo die heeft ja gezegd, want het was een kloppend hart. Mensen, ik kan nog veel meer vertellen, maar dat was niet de bedoeling. Wij gaan nu een stukje hout snijden. Dat is van de dikste boom uit Sint-Michielsvessel. Van uit de Haanwijk. Dat was een populier. En die schors die is ook weer voor de oorlog. Want ik heb een aanzichtkaart bij van 1905. En toen was je al zo dik. En die kan ik u laten zien. Een mooie naam heb je, hè? Maar goed, dank. Speciaal voor vandaag. De hout hier. Ja, blijf bezig. Kommetje. En dan sla je hier een keer door dat rondje. Ja. En dan ga je zo mooi verder. Dat is een veegutje er allemaal, hoor. Over het potlood? Ja, doe maar. Over het potlood, ja. Doe maar rustig aan. Want dan kunnen ze makkelijk een foto maken. Ja, keurig. Absoluut. Nou, de boerderij die bleek toch iets te gevaarlijk. Want we wilden mooi de deuren open en iedereen een doorkijkje geven. Maar ja, als er iets naar beneden valt of mensen struikelen ergens over, dan kan er natuurlijk iets gebeuren. Vandaar dat we naar de overkant zijn gegaan. We hebben de tent opgezet en we hebben het een beetje verplaatst in en om het plein hier in Liemden. Maar dit is, wat realiseer je met z'n allen met elkaar, want dit is niet van één persoon, dit is van gewoon 14 projecten. En als je gaat kijken van die 14 projecten, hoeveel mensen dat erbij betrokken zijn. Kijk eens alleen naar Spil hier. Met Spil, heb je maar 100 mensen, dan doe je nog veel mensen tekort. Er zijn veel meer mensen hier in de gemeenschap van Liemden bij betrokken. En dat is ook bij die andere deelprojecten. Dus dat is een onvoorstelbaar grote energie die het los heeft gemaakt. Gewoon in heel dit gebied. En als er in Best iets gaat gebeuren of in Rooi, dan gaat Liemt ook van profiteren. Dan gaat Lennenseuvel ook van profiteren. Dan gaat Bokstel ook van profiteren. Nou, alleen maar win-win situaties. Ja, er zijn ook mensen uit Rooi en West zeker ook gekomen. En er zijn ook mensen die er toevallig voorbij fietsten ook in de tent gekomen. En die hadden er wel van gehoord, maar wisten niet precies wat ze konden verwachten. Dus hebben we meteen ook naar binnen getrokken en gevraagd om een kijkje te nemen. En dat is ook natuurlijk hartstikke mooi om iedereen zo in touw te zien en met elkaar ook contact te hebben over de projecten. En de projectpartners vinden elkaar, dus ik ben heel tevreden. Zeker geslaagd.